Ik heb de gekste gadgets van het internet besteld en vandaag gaan we ze allemaal testen. En daardoor krijgen we antwoord op de vraag of je ze moet kopen of slopen. Ah! Ik kreeg een megaschok! Hallo, hallo, wat supergezellig dat je er weer bent. Welkom terug allemaal. Oké, ik hoop dat je klaar zit voor een record aantal aan hele bizarre gadgets. Als je er klaar voor zit, laat het me nu even weten. Geef de video dat duimpje omhoog. En abonneer je natuurlijk gelijk even op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik dat het je gaat lukken om vandaag niet 10, maar 11 punten te scoren. Want we hebben superveel gadgets. En als jij van tevoren raadt of je iets moet kopen of slopen, dan verdien je een punt. Dit is de eerste gadget en geloof het of niet, maar dit is een complete wasmachine in zo'n klein doosje. Als het goed is, kunnen we hier dus kleding mee schoonmaken. Ja, wat denk ik hiervan? Is dit iets om te kopen of om te slopen? Nee, ik geloof er niks van. Ik zeg slopen. Maar wat denk jij? Doe nu je voorspelling. Wat denk jij, Paak? Kopen of slopen? Ook slopen. Nou, laten we even kijken wat erin zit. Oké, het begint met een USB-kabel. Oh, kijk, daar is de wasmachine. Je ziet hier zuignapjes zitten. Daarmee kunnen we hem op de bodem van de emmer plaatsen. Dus dat doen we meteen maar eventjes. Zo. Die zit vast, dus laten we er nu water bij doen. En dan gaat er natuurlijk wat wasmiddel bij. En deze gaat het stopcontact in en dan hoop ik dat hij het doet. Oeh. Wow, dat ziet er best wel heel erg goed uit. Nou, ik doe gewoon maar mijn shirt erin. Ik hoop niet dat hij kapot gaat. Zo, mijn t-shirt zit erin. Hij draait ook heel langzaam rond, dus dat is een goed teken. Ik denk dat we dit gewoon even een uurtje moeten laten staan. En dan ben ik heel erg benieuwd of aan het einde van de video mijn t-shirt helemaal schoon is. Blijf dus kijken voor het antwoord. In dit zakje zit een heuse helikopter. Die wordt aangedreven door een ballon. Ja, je hoort het goed. Dit belooft erg veel goeds. Gaat dit werken? Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ik hoop het natuurlijk wel. Weet je wat? Ik vertrouw het ook gewoon. Dit moet gaan werken. Het ziet er zo stevig en goed uit. Maar wat denk jij? Doe nu je voorspelling. Allereerst hebben we hier de propellers en die gaan we bevestigen aan dit dingetje. Nu pakken we dit blauwe ding en daar gaat de ballon op. En nu blazen we hem op. Wat is dit? Het lijkt wel een soort longtest. En ik ben niet geslaagd. Zo. En nu klikken we dit aan elkaar vast. Nee, de propeller. Het stort echt allemaal nog net niet in elkaar. Deze weer terug. Jongens, is nog spannender dan een lancering van SpaceX. Ik denk dat we klaar zijn voor de lancering. Ik ga nu al helemaal stuk. De helikopter gaat opstijgen in 3, 2, 1... Hoorde je dat geluid? Wat was dit? Ik zeg, we doen het nog een keer. Elon Musk heeft soms ook 5 pogingen nodig, hè? Nu gooi je hem gewoon de lucht in. 3, 2, 1, vlieg! Wow! Het leek wel een UFO, joh. Waar is die? Fantastisch, ik heb echt een nieuwe hobby. Nog één keer dan, omdat het te leuk is. Wee! Oh. De resultaten zijn gemixt. Maar jongens, het werkt gewoon. Even pakken hoor. Ik ben helemaal blij. En mijn intuïtie had gewoon gelijk. Dit is echt iets om te kopen. Het werkt namelijk gewoon. Of we ermee naar Mars gaan, dat weet ik niet. Maar hey, hij kwam zeker 3 meter hoog. Als jij ook dacht dat het zou werken, mag je feliciteren. Dan heb je net zoals ik een punt verdiend. Ik ben nog nooit ergens zo blij mee geweest. Tijd voor een bonusronde. Let goed op, want nu kunnen we een extra punt verdienen. Ik heb namelijk dit cadeau ontvangen van de sponsor van deze video. Emma Sleep. En hierin zit het Emma hondenbed. Oftewel een nieuw bed voor Paco. De vraag is alleen, gaat dit in de smaak vallen? Ja of nee? Ik heb zo'n vermoeden. Mocht je Emma Sleep nog niet kennen, nou dan mis je dus echt wat. Voordat ik deze samenwerking had, heb ik daar namelijk al mijn kussens gekocht. Ik slaap nu al een half jaar op deze. Dat is het wolkenkussen van Emma. En die is echt fantastisch. Die kan ik iedereen aanraden. En ik wil nu zelf ook niks anders meer. En daarom denk ik dat Paco het cadeau ook geweldig gaat vinden. Oeh, ze gaat hem uitpakken volgens mij. Nou, ga je gang, Paak. Oké, pak hem maar uit. Ben je zelf ook toe aan een nieuw kussen, matras of iets anders voor het slapen? Zorg dan dat je mijn code gebruikt tijdens het afrekenen bij Emma Sleep. Want ik kan je nog eens 10% extra korting geven als je Veurtje invult als kortingscode bij het afrekenen. High five. Ja. Is dat voor jou? Ja. En dat is 10% extra korting bovenop de bestaande kortingen. Nou, dit is hem dan, Paak, je nieuwe bed. Oh, volgens mij is ze er heel blij mee. Het bed is meer dan goedgekeurd en dat betekent dat ik er dus een punt bij heb verdiend. En check even de beschrijving voor mijn kortingscode en de link naar de website van Emma. Jij zal heel lekker slapen vanavond.
De volgende gadget zou het scherm van je tablet moeten kunnen projecteren op een tekenvel, waardoor je dit heel makkelijk zou moeten kunnen overtrekken. Ik zit een beetje in dubio of dit nou zou werken. Het ziet er wel geloofwaardig uit. Maar aan de andere kant geloof ik het ook weer niet. Oh, wat zal ik zeggen? Ik zeg slopen. Nee, ik geloof het toch niet. Het is denk ik te mooi om waar te zijn, maar wat denk jij? Doe nu je voorspelling. Wat zit er allemaal in? Oh, het is echt een heel bouwpakket. Jeetje, dit kan ik toch helemaal niet, jongens. Zo technisch ben ik niet. Dit lijkt wel een soort van scherm. Er zit volgens mij een beschermlaagje op. Dat moet er eerst vanaf. Wauw. En nu doen we hem op deze manier erin. Oh, dat werkt alweer heel goed. Ik word helemaal gefrustreerd hiervan. Ah! Wat een rotding. Dit is denk ik de bedoeling. Het kost even 10 minuten, maar dan heb je ook wat. Ik heb hier een fantastische kleurplaat van ons nieuwste boek Het Pretpark. En ik ga kijken of we die heel mooi kunnen gaan tekenen op deze manier. Het scherm moet helemaal helder staan. Nou, dat staat hij. Je ziet echt helemaal niks. Of moet je hier doorheen kijken? Is dat het? Wacht, hier zie ik het namelijk wel. Hier zie je Paco heel duidelijk. Maar het is toch helemaal niet duidelijk op dat plaatje dat dat zo werkt? Ik dacht, het wordt echt geprojecteerd op het papier. Nu kunnen we aan de slag. Je wordt hier wel echt een beetje duizelig van. Ik weet ook niet zeker of ik het nou goed doe. Ik trek maar gewoon de lijntjes over die ik zie, maar het is echt heel spacend. Oké, als ik nu door mijn schermpje kijk, dan ziet het er best wel heel erg goed uit. Maar ik weet niet wat er gebeurt als ik alleen naar het papier kijk. Ik ga het voor mezelf onthullen in 3, 2, 1... Wat? Zo mooi. Wow, ik heb echt talent. Moet je eens kijken. Oké, even eerlijk. Ik heb Paco nog nooit zo mooi kunnen tekenen. Hier zie je het voorbeeld en hoe het is geworden. Nou, het is echt heel erg goed gewoon. Dat betekent dat dit echt iets is om te kopen, maar ik vind de verpakking wel een beetje misleidend. Want dat kind kijkt helemaal niet door dat scherm heen. Maar hey, het werkt uiteindelijk wel. En dat betekent dat ik helaas geen punt heb verdiend. Hopelijk had jij het beter voorspeld. Als ik ergens een hekel aan heb, dan is het wel om koude voeten. Het doet mijn ogen nog. Ik haat het om koude voeten te hebben. Maar geloof het of niet, we hebben hier verwarmde inlegzolen. Die kan je als het goed is in je schoen doen en dan heb je heerlijk warme voeten. Het klinkt geweldig, maar gaat het ook werken? Ja, ik vertrouw het gewoon. Dit moet een fantastische uitvinding zijn. Ik zeg kopen. Hier hebben we de inlegzolen en zoals je ziet zit er een draadje aan. Zo te zien moeten we deze hierin doen. Zo. En dan kan nu de zool in de schoen. Het ziet er best wel engig uit of zo, maar ik ga ze nu maar gewoon aantrekken. Het zou moeten werken natuurlijk. Ik voel me een beetje een soort wetenschappelijk experiment, maar we gaan nu naar een stopcontact. En dan hoop ik dat ik mezelf niet onder stroom zet. Oh, dat is heel eng om te doen natuurlijk. Oh, maar dit durf ik toch helemaal niet? Ik denk er nu pas over na, wat dom. Oké, ik denk gewoon niet na. Oké, ik sta in ieder geval niet onder stroom. Dat scheelt al heel veel. Ik denk dat het nu een kwestie van wachten is tot mijn voeten warm worden. Nou, mijn voeten worden nu iets warmer. Ik twijfel eventjes of dat gewoon komt omdat ik mijn schoenen aan heb gedaan. Of dat ze echt werken. Misschien moet ik even staan. Het slaat alleen nergens op, want dit ding, dit is helemaal niet draadloos of zo. Moet ik nu heel de dag hier gaan staan? Ik bedoel, ik wil soms ook wel eens ergens heen in mijn leven. Maar nee, ik zit nu hier bij deze muur. Dit is mijn plek blijkbaar. Oké, ik heb warme voeten straks, maar de rest van mijn leven heb ik moeten inleveren. Nou, ik denk wel dat ik dan voor de warme voeten ga, ja. Volgens het boekje wordt het 40 tot 50 graden. Het zou binnen 3 minuten moeten opgewarmd zijn. Nou, ik ga toch maar eventjes op de zool zelf voelen. Het is een heel klein beetje warmer dan mijn lichaamstemperatuur. Wat mij betreft is dit niet goed genoeg, dus ik zeg dat we deze moeten slopen. Helaas betekent dat dat ik dus geen punt heb verdiend. En ook geen warme voeten. Blikjes drinken zijn natuurlijk super handig om mee te nemen, maar het nadeel is dat je ze in 1 keer moet opdrinken, want ja, als ze helemaal open zijn, kun je ze niet meer dichtmaken. Dus stel je voor, hè, ik heb nu zin in een paar slokken cola. Nou, dat gaat al mis. Wow, die was echt heel mooi. Ik heb talent, jongens. Maar stel je voor, ik heb nu genoeg gehad. Ik wil hem opbergen of voor later bewaren. Ja, dan heb ik een probleem, want dit lekt natuurlijk aan alle kanten. Maar dat zou geen probleem moeten zijn volgens deze gadget. Met dit opzetstuk zou je van je blikje een flesje moeten kunnen maken. En zo kun je hem makkelijk bewaren en later het dopje eraf draaien als je verder wil drinken. Ik denk dat het niet gaat werken. Ik denk dat het gaat lekken. Ik vertrouw het niet helemaal, maar wat denk jij? Doe nu je voorspelling. Ja, nou, dan gaan we hem erop plaatsen. Oh, nou, dat past zo te zien wel. Hij zit erop. Laten we dan nu kijken of hij ook echt blijft zitten. Oh, wat? Zo te zien past hij niet goed. Maar wacht, ik heb nog een blikje bij me. Misschien is hij wel bedoeld voor dit formaat blikje. Je weet maar nooit. Poging 2. We plaatsen hem er weer op. Oh, kijk.
Dit past volgens mij ook niet. Nou, beter dan dit kraag ik hem er niet op. We testen het gewoon maar weer. Oh, ja, kijk. Wat een onzin. Ik ben zeer zwaar teleurgesteld. Wat een troep. Dit ding is dus overduidelijk om te slopen. Als je dat net zoals ik ook goed hebt voorspeld, mag ik je feliciteren. Je hebt er weer een punt bij verdiend. En deze moet ik toch maar in één keer gaan opdrinken. Het snijden van groenten kan behoorlijk veel troep veroorzaken. Maar deze gadget zou dat allemaal moeten voorkomen. Ik ben heel erg benieuwd. Oké. Als je goed kijkt, dan zie je hier een mesje zitten. En dit is een soort van, ja, vuilnisbak als het ware. Alles zou hierin terecht moeten komen. Ja, ik ben benieuwd. Is dit iets om te kopen of om te slopen? Ik zeg toch kopen. Ik denk dat het gaat werken. Ik heb goede hoop. Dus we gaan het gewoon maar testen. En ik heb direct een klant voor de komkommer. Want komkommer is Paco's lievelingssnacken. Ja, ik ga het voor jou even klaarmaken. Dat komt helemaal goed. Nou, even kijken. Wauw! Zie je dat? Fantastisch. Oh, dit is heel satisfying om te doen. Ik krijg er helemaal kippenvel van. Wauw. Oh, dit ging zo makkelijk. En hier zit nu de volledige schil in. Dat scheelt een hoop troep. En ik kan gelijk een stukje schil aan Paco geven natuurlijk. Maar ze moeten natuurlijk wel even iets voor doen. Laat het. Laat het. Laat het. Oké. Zo schattig. Nou, deze gadget is meer dan goedgekeurd, toch, Paak? Als jij net zoals ik ook dacht dat dit echt iets is om te gaan kopen, dan mag ik je feliciteren. Je hebt er bij deze een punt bij. Met deze gadget zou je je telefoonscherm 2 tot 3 keer moeten kunnen vergroten. Ja, ik denk wel dat het gaat werken eigenlijk. Moet je eens kijken, die mensen hebben het zo naar hun zin in hun leven. Het lijkt me een fantastische uitvinding daarom. Maar wat denk jij? Dit is het moment om een knoop door te hakken. Doe je voorspelling. Wauw. Laten we kijken. Oh, jeetje, wat een rare textuur. Wat is dit? Nou, het in elkaar zetten is volgens mij hartstikke makkelijk, want dat hoeft niet. Hij is al goed. Zo te zien moet je hier je telefoon zetten. En dan kunnen we gaan genieten van een geweldige bioscoopervaring. Laten we kijken. Oh, jeetje. Oh, dit is best wel grappig. Ja, wat kan ik hier nou van zeggen? Kijk, dit is wat ik zie. De telefoon is zeker iets vergroot, maar zoals je ziet heb je nog heel veel lege ruimte. Het beeld wordt ook een beetje wazig. Dat komt door alle lijntjes die op het scherm zitten. Ik ben daarom helaas niet heel erg enthousiast. Nee joh, nee, ik vind het echt troep. Dit is iets om te slopen. Helaas een teleurstelling. Niet alleen omdat het niet genoeg werkt, maar ook omdat ik geen punt heb verdiend. Ik hoop dat jij wel dacht dat het troep zou zijn. Dan mag ik jou wel feliciteren. Maar ja, voor mij helaas dus niet. Deze gadget zou moeten zorgen voor een strakke kaaklijn. Er staat ook op reshape. Nou, wie wil dat nou niet? Voordat ik een voorspelling doe, wil ik hem eerst even zien. Even kijken hoor, wat is dit? Oh jee. Oh, dit ziet er heel eng uit. Oh nee, hè? Kijk ook deze dingen. Daarom zeg ik ook gewoon dat het niet gaat werken. Maar wat denk jij? Is dit iets om te kopen of om te slopen? Er zit ook nog een hele band bij. Wat is dit allemaal? Laten we hem in elkaar zetten. Ik denk dat dit hierin moet. Oh, dat klikt. Dat is een goed teken. Deze hierin. Blijkbaar moet je deze dingen een klein beetje nat maken. Dus ik heb hier wat water. En dat breng ik aan op de sensoren of op de martelwerktuigdingen. Ik weet niet hoe we het moeten noemen. Zo. Zal ik hem aanzetten. Ik durf het niet. Oké, we doen dit gewoon. Nee, waarom eigenlijk? Ik zit mezelf over te halen. Waarom ging die nou niet aan? Ik drukte. Nee, ik durf het. Ja, mijn vinger wil gewoon niet meewerken, merk ik. Kom op. Nee. Ah! Ik kreeg een megaschok. Wat is dit? Oh, het ging helemaal zo. Werkt het al? Nee. Nee, dat doe ik niet nog een keer. Nee, ik heb een trauma bij deze. Ik ga hier echt over dromen. Wat een vreselijk ding. Ik kreeg een megaschok in mijn kaak. Ik vind bij deze dus dat het niet werkt. Want dit is het allemaal niet waard. En gelukkig had ik dat natuurlijk voorspeld. Dus ik heb er een punt bij verdiend. Ik hoop dat jij het ook goed had. De volgende gadget heeft alles te maken met een zak chips. Op zijn tijd is het natuurlijk super lekker om een beetje te genieten van wat chips. Zoals nu bijvoorbeeld. Maar het komt natuurlijk heel vaak voor dat je nog behoorlijk wat chips overhoudt. En je kan hem natuurlijk zo bewaren. Maar op deze manier wordt de chips natuurlijk vrij snel oud. Maar deze gadget, die belooft dat je hem opnieuw kan dichtsealen. Ik ben heel erg benieuwd, want de verpakking ziet er niet heel veelbelovend uit. Oh, hij ziet er wel heel tof uit. Een fantastische kleur. Ja, wat denken we? Is dit iets om te kopen of om te slopen? Ik denk dat hij gewoon gaat werken. Daarom zeg ik kopen. Maar wat denk jij? Doe nu jouw voorspelling. Als je het goed hebt, verdien je natuurlijk zo meteen een punt. Het ziet er wel een beetje verdacht uit.
verdacht uit allemaal, vind ik. Ik hoop niet dat ik ineens een stroomschok krijg. En nu, er zit niet echt een aan- en uitknop op of zo. We gaan het gewoon maar proberen. Oeh, we doen hem er gewoon op. Ik klem hem dicht en dan halen we hem eroverheen. Zou dit gewerkt hebben? Nee. Ik denk dat ik echt nog iets mis. Een aan- en uitknop of zo. Waarom staat alles in het Chinees? Wat dom dit. Nog een keer. Jongens, het werkt voor geen meter. Ik heb het idee dat die van mij gewoon kapot is of zo. Wat een troepding. Helaas, dat betekent dat ik het verkeerd had voorspeld. Want dit ding, dat is echt gewoon klaar voor de sloop. En dus zit er niets anders op dat ik deze zak gewoon in één keer moet opeten. Wat een fuck. In een video van een tijd geleden hebben we een keertje de auto schoongemaakt met slijm. Nou, ik kan je vertellen, dat was geen succes, want de slijm liet een enorme plaklaag achter. Maar ik heb nu slijm gevonden dat speciaal gemaakt is om je auto mee schoon te maken. Ultralight Nano Cleaning Mud. Schoonmaakmodder dus eigenlijk. Klinkt heel veelbelovend, maar ik geloof het niet. Ik denk dat dit ook weer troep is. Dat het ook weer een plaklaag achter gaat laten. Maar wat denk jij? Dit is het moment om je voorspelling te doen. We hebben natuurlijk eerst een vieze auto nodig. Nou, ik heb hier wat oud brood met behoorlijk wat kruimels. Dus die verspreiden we gewoon eventjes hier zo. Zo. En nog een beetje hier. En ook nog wat op de stoel. Nou, tijd voor de schoonmaakmodder om in actie te komen. Alleen het woord al. Schoonmaakmodder. Dat zijn echt twee dingen die totaal niet samen gaan. Maar goed. Oh. Huh? Wat is dit? Er zit nog een zakje in. Oh, dit voelt volgens mij heerlijk. Het plakt al wel gelijk. Het is heerlijk spul, jongens. Hier wil je toch niet mee schoonmaken? Oké, genoeg gevoeld. We gaan hem gewoon maar testen. We gebruiken het gewoon maar als soort van spons. Nou, hij neemt het vuil wel echt goed op. Dit is niet heel slecht en ik zie geen vieze laag of zo. Dan ga ik hem nu in de bekerhouder doen. Gewoon een beetje heen en weer. Wow, oké. Dan natuurlijk nog even de stoel. Ik rol hem er gewoon even overheen. Oh, wauw, kijk. Dit is geweldig. Zo. Ik moet zeggen, ik denk dat het wel veel sneller is om eventjes de stofzuiger erbij te pakken. Want daarmee kan je dit ook gewoon heel makkelijk weghalen natuurlijk. Maar ja, het werkt op zich wel, dus daar kan ik niks van zeggen. Dat betekent dat ik het dus verkeerd had voorspeld. Want ja, het werkt dus wel. Ik hoop dat jij het beter ingeschat had. Nou, dan is het nu tijd om hier eens naar te kijken. Als het goed is, is hij namelijk klaar. Ik ben heel erg benieuwd. We halen deze eruit. Eindelijk ook rust aan mijn oren, want dat ding maakt behoorlijk veel herrie. Er zit natuurlijk geen droogfunctie in, dus ik moet hem even een beetje uitknijpen. Het is allemaal goed ingesopt. Nou, allereerst, mijn t-shirt is nog heel zo te zien. Er zitten geen gaten in of zo. Daar ben ik wel heel blij mee. Oeh, en hij ruikt heerlijk. Even de okselcheck. Nou, dat ruikt gewoon hartstikke lekker. Geloof het of niet, maar volgens mij is het best wel heel erg goed gelukt. Ik denk dat dit best wel handig is om bijvoorbeeld mee te nemen op vakantie. Ik dacht van tevoren dat dit iets zou zijn dat niet zou werken. Dat betekent dus dat ik geen punt heb verdiend, want het werkt best wel heel erg goed. Ik heb daarom totaal 5 punten verdiend. Laat nu eventjes jouw eindscore achter in de reacties. Ik ben heel erg benieuwd. En heb je nog eventjes tijd om verder te kijken? Klik dan op een van deze video's, want ik weet zeker dat je die ook heel erg leuk gaat vinden. Bedankt voor het kijken en ik zie je volgende week donderdag weer. Doei doei!